eerste instantie teleurgesteld. Ja, dat die sponsor ermee ophoudt. En het totaalplaatje ziet er dan in één keer heel anders uit. Onzeker. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat we er als ploeg, als team gewoon nog staan. En ik heb er net als iedereen eigenlijk binnen de ploeg gewoon vertrouwen in dat ook tot een goede vervolg komt. Dus ja, het is heel zuur en heel jammer. Ik heb er ook echt wel, wel wakker van gelegen, zeg maar. Maar ik denk dat we mogen trots zijn op wat er nu staat. En ik denk dat we voor andere sponsoren aantrekkelijk zullen zijn. In principe, voor mij als carrière tot nu toe is dat alles geweest. Ik ben bij de Contis begonnen, 1 jaar. En nu 2 jaar bij het pro-team. Dus ik heb ook geen ervaringen met andere ploegen. En ik kan ook niet zeggen van het is hier beter of slechter als ergens anders. Ik heb het gewoon altijd heel erg naar mijn zin gehad en nog steeds. Dus voor mij is deze ploeg eigenlijk alles, ja. Ja, in principe wel. Ik ben natuurlijk bij de amateurs, heb ik ook voor andere ploegen wel gereden, maar toen het echt begon bij de profs en bij de Contis, ja, bij Rabobank. Gewoon een hele trouwe sponsor en goede organisatie, goede mensen erbij. Eigenlijk alles. Ik vanaf de buitenwereld kon je ook zien dat alles bij ons goed was. En, nou met alle moeilijke verhalen in de wielerwereld, denk ik dat wij gewoon heel goed bezig waren. En nog steeds. En bij ons staat gewoon alles goed. Ik heb nu 3 jaar straks gehad bij Rabobank en in mijn eerste jaar werd ik kampioen bij de belofte, dus dat is sowieso een van mijn hoogtepunten in het shirt geweest. En bij de profs 3 keer in een grote ronde gestart in 2 jaar, wel 2 uitgereden in plaats van 3. En daar ben ik toch wel trots op.